Ja, we staan hier op het Middense Klif, een bijzondere locatie aan het IJsselmeer. De naam zegt het al, een klif. Ja, deze plek is zo bijzonder omdat hij midden in het natuurgebied het IJsselmeer ligt en grenzend aan het prachtige Rijsterbos. We hebben hier al meer dan 100 jaar eigenlijk waterrecreatie, badcultuur. Mensen die met mooi weer naar het strand gaan om te zwemmen. Daarnaast is er een prachtige kite-locatie. Ja, we hebben hier de buitenruimte opgeknapt in overleg met de eigenaren ook van het MAR. En daarbij was het uitgangspunt om zoveel mogelijk natuurlijke materialen en duurzame materialen te gebruiken. En zoals je kunt zien is dat hartstikke mooi gelukt. We hebben een bloementuin, borders met inheemse planten. Veel hout aan materialen gebruikt en een prachtig schelpenpad. Ja, wat dienst doet als toegang naar het MAR en naar het strand Middense Klif. Wij hebben het pad zodanig weer hersteld dat zeg maar, in het verlengde van het zeelintje nu de op- en afgang eigenlijk naar het strand van het Middense Klif is. En daarnaast hebben we ruim voldoende eigenlijk zitgelegenheid gecreëerd door middel van een prachtig veld met picknicktafels, geschikt ook voor minder valide. Nou ja, deze plek is natuurlijk erg bijzonder voor ons omdat mijn broer en ik hier zijn opgegroeid. En het is fantastisch dat wij het paviljoen weer voort kunnen zetten na zoveel jaar. En het is gewoon een unieke plek met aan de ene kant het Rijsterbos en aan de andere kant het IJsselmeer. Ja, kijk zelf hoe mooi. Ja, in goed overleg met het Friese Geheer en met respect voor de omgeving is in 2021 het hele paviljoen vernieuwd. En nu met de upgrade van de hele buitenruimte die super mooi is aangepakt, maakt dat het plaatje natuurlijk helemaal compleet. Ja, we staan hier onderaan het Middense Klif, vlakbij waar het Freulelintje uit het Rijsterbos naar beneden komt. En hier achter mij zie je zeg maar hoe lang en hoe groot het Middense Klif is. Dit loopt zo richting Laaksem. Het is een prachtig rustgebied. Ja, je komt hier verschillende soorten tegen in dit gebied. Voornamelijk rietvogels, die afhankelijk zijn eigenlijk van wat drogere riet. Ja, je hebt hier vrij schrale graslanden, waar veel reeën zeg maar hun rust vinden. Daarnaast hebben we de rietlanden, waar veel kleine rietvogels broeden. Ja, en graag zouden we met de versterking Friese IJsselmeerkustontwikkelingen straks het riet geschikter maken voor moerasvogels die afhankelijk zijn van water en moeras, maar ook voor vissen die daarin kunnen paaien.